Daarachter aan de relingzijde volgt dan de Natural. En die krijgt aan de buitenkant nu naast zich veld een Valérie. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En hij loog net zo gemotiveerd als anders, Joey Junior. De anderhalve lengte voorsprong heeft hij op die andere junior. En die heet gewoon junior. Derde plek aan de buitenkant is Kimberly's Wish. En zo gaan de paarden door de rechterlijn overzijde. En dan gaat junior naar buiten, want Kimberly's Wish komt dichterbij. Junior opent de aanval op Joey Junior. En 15-8 is de tussentijd. Kimberly's Wish ligt er vlak achter. Vierde plek is voor Velten Valérie. Moeilijkheden aan de binnenkant voor Ibsen Boko. En de Natural gaat hem zo meteen voorbij. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En dat zijn ze inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En de leiding is nog altijd voor Joey Junior. Joey Junior, junior. En wat kan Kimberly's Wish dan nog? Heeft Krebas nog wat in de tank? Gaan het heel snel zien, want hij gaat wel langzaam naar het derde spoor. De deelnemers komen in de laatste rechte lijn. De leiding is nog altijd voor Joey Junior. Junior aan de buitenkant, helemaal aan de buitenkant, komt de versnelling van Kimberly's Wish. Kimberly's Wish gaat nu met de turbo naar voren. Helemaal aan de buitenkant ook Velten Valérie. Gaan de laatste meters in. En daar komt Krebas aan de buitenzijde. Hij is junior voorbij. Go baby! Go, go, go! Oh, en op de streep, Kimberly's Wish met een neusje voor junior. Velten Valérie derde, 14-6 voor de winnaar. Meteen nog eventjes naar de beelden kijkt, praten wij alvast bij met Bas Krebas. Bas, het was een ijzersterke verrichting. Ja, heel goed. Natuurlijk een sterk veldpaard. Ik wou hard wegrijden. Iedereen reed weg. Toen nam ik het terug, sprong Robin. Ja, verloor ik nog een paar lengten. Maar Mary maakte zo sterk af. Ongelooflijk. Super, Bas. Gefeliciteerd. Dankjewel. En Kimberly's Wish is een 5-jarige bruine merrie van Offshore Dream uit Paris-Bie. Gefokt door Henny Kloosterman en eigendom van Peter Delis van Stal PD. Trainer Bas Krebas en ook de winnende rijder Bas Krebas. En hij wint hier in een kilometer tijd van 1.14.6. Just like the Sunday morning light. That if you should see her, please let her know. Duel om de leiding. Midden van de baan de Natural die goed weg is. Maar aan de binnenkant zijn er een paar die bijna net zo hard kunnen. Ibsen Boko en aan de buitenkant daarnaast in het tweede spoor Joey Junior. Zo gaan ze Driedik de eerste bocht in. En daarachter ook Driedik. Galoppade daar van Nox Vrijthout in de eerste bocht. Daar zit Kimberly's Wish wat ongelukkig achter. En die verliest daar ook wat metertjes. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Uitgeschakeld nummer 6. Nummer 6 galop. Nu is het duel om de leiding wel beslist. Ibsen Boko aan de binnenkant wil wel afgeven. Tenminste, dat wil Jimmy Snyder wel. Maar dan moet aan de buitenkant Joey Junior ietsje harder gaan. Dat doet hij nu ook. En die neemt over. Komt de eerste tussentijd aan. Die zal ongetwijfeld in de buurt van de 1:10, 1:11 liggen. Want het gaat hard genoeg met Joey Junior. 14-4. Dat valt nog een beetje tegen. Joey Junior leidt. Daarachter Ibsen Boko. Daarachter de Natural heeft een mooi plekje gevonden aan de relingzijde. De rest van het veld daarachter. De vierde plaats is voor Junior. Vijfde plaats daarachter voor Velten Valérie. En op de zesde plaats Kimberly's Wish. Langgerekt veld. Het lijkt harder te gaan dan 14. Maar je weet het niet. Die tijd die klopt echt wel die onder in beeld staat. En het tempo wordt gemaakt door de favoriet. En dat is Joey Junior. Joey Junior komt als eerste in de rechterlijn voor de tribune. Twee lengte voorsprong nu op Ibsen Boko dan de Natural. Bas Krebas gaat al naar het tweede spoor. Voelt de bui al een beetje hangen en voor hem uit gaat nu Junior naar voren. Junior gaat ook naar het tweede spoor en ook die gaat de leider opzoeken. 14-6 de tussentijd. De eerste kilometer gaat in 14-5. En we gaan de laatste kilometer al in met Joey Junior aan kop. Joey Junior, daarachter op de tweede plek nu Junior. Daarachter derde aan de relingzijde Ibsen Boko. Kimberly's Wish gaat naar de vierde plaats. Daarachter aan de relingzijde volgt dan de Natural. En die krijgt aan de buitenkant nu naast zich Velten Valérie. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En hij loog net zo gemotiveerd als anders, Joey Junior. De anderhalve lengte voorsprong heeft hij op die andere junior. En die heet gewoon junior. Derde plek aan de buitenkant is Kimberly's Wish. En zo gaan de paarden door de rechterlijn overzijde. En dan gaat junior naar buiten, want Kimberly's Wish komt dichterbij.
Junior opent de aanval op Joey Junior. En 15-8 is de tussentijd. Kimberly Swish ligt er vlak achter. Vierde plek is voor Velten Valerie. Moeilijkheden aan de binnenkant voor Ibsen Boko. En de Natural gaat hem zo meteen voorbij. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En dat zijn ze inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En de leiding is nog altijd voor Joey Junior. Joey Junior, Junior. En wat kan Kimberly Swish dan nog? Heeft Krepas nog wat in de tank? Gaan het heel snel zien, want hij gaat wel langzaam naar het derde spoor. De deelnemers komen in de laatste rechte lijn. De leiding is nog altijd voor Joey Junior. Junior aan de buitenkant, helemaal aan de buitenkant, komt de versnelling van Kimberly Swish. Kimberly Swish gaat nu met de turbo naar voren. Helemaal aan de buitenkant ook Velten Valerie. Gaan de laatste meters in. En daar komt Krepas aan de buitenzijde. Hij is Junior voorbij. Go baby! Go, go, go! Oh, en op de streep Kimberly Swish met een neusje voor Junior. Velten Valerie derde. 14-6 voor de winnaar.